om te slapen. Om te slapen, ja. En wat denk je zelf? Ja, ik moet ook nog even aan wennen. Eerste keer backpacken dit. Hè? Hebben we nog geluk dat we nog een beetje normaal land gaan. Verder wel zin in? Ja. Mooi man. Vielen dit dan niet? Ah, nu gaat het beginnen, jongen. Wat gaan we doen? Zo min mogelijk overzijden. Ja, ik ga mijn best doen, zo min mogelijk klagen, maar... Ah, dat wordt het wel met jou. Aardig opgehaald. Dat klopt, dat klopt. We zijn net aangekomen hier in Utrecht. We staan nu bij de finish van de proloog van morgen. Comme un raison, Touring La France. We hebben er heel veel zin in. Absoluut. Wij gaan van finish naar finish liften. Met backpack. Zonder geld. Zonder geld. En de eerste ging vrij makkelijk, hè? Eerste finish. De eerste die finish hebben we vrij makkelijk gewonnen. Die hebben we al gehaald. Tom, we gaan aan de slag. We gaan. Ja. Hier, Frankie. Collega's. Jullie hebben natuurlijk al een aantal jaar wat ervaring. Dus we zouden graag wat tips willen hebben voor de komende weken. Tijdens de Tour bedoel je? Ja, tijdens de Tour. Nou, de Tour, hè? Joop Zoetemelk zei altijd, prijs is nog ver en de Tour duurt nog lang. Hè? Weet je wat de belangrijkste tip is? Je moet niet te veel zuipen aan het begin van de Tour. Niet te veel zuipen? Ik heb wel eens een Tour gedaan. De eerste keer dat ik de Tour deed, zoop ik in die eerste week echt als een oorlogstanker. En toen die tweede week, dan word je zo ingehaald, jongen. Dan is toch kort slapen, zo, weet je wel. En dan, het is gewoon, je kunt wel zuipen, maar dan moet je pas in de tweede, derde week mee gaan beginnen. Proost jongens, op Erik. Op Erik, ja. Man. Op z'n allerliefst staat hier dan. Maar hier doe ik het voor. Hey, Rizon, proost hè. Ik had wind tegen. We staan hier met Geo Lippens. Wij zijn de tourdebutanten. Wij maken ons debuut. U heeft natuurlijk veel ervaring. Wat zou u ons mee kunnen geven voor de komende 3,5 weken waar wij twee met z'n apart zijn? Leven in ieder geval van dag tot dag. Dat lijkt me het allerverstandigste, want dat doen wij ook. Ja. Kijk, op het moment dat je gaat vooruitkijken naar die tour van jongens, het is nog 3 weken en dadelijk nog 2,5 en dan nog 2. Ja, dan ben je afgebrand voordat de tour echt losbarst. We moeten elke dag natuurlijk van finishplaats naar finishplaats. Ja. Er zijn natuurlijk ook plaatsen. We zullen de ene keer wat eerder aankomen dan de andere keer. Wat zijn nou etappes waarvan jij zegt van nou, dan moet je wel echt zorgen dat je er vroeg bent? Ja, de bergetappes. De bergetappes. Echt, als je kijkt een col, je moet je voorstellen, die col die gaat gewoon dicht. En die gaat zeker dicht voor het gewone publiek. Ja. Dus alleen geaccrediteerde auto's kunnen daar naar boven en geaccrediteerde motoren. Een fietsje meenemen, dat helpt misschien wel wat. Maar ja, nou, ik heb net 2 kilometer Alpe d'Huez gedaan. 2 kilometer is zat. Op zich prima dagje zo. Tot nu toe hebben we niks te klagen. Nee. Tot nu toe gaat alles perfect. Het kan natuurlijk niet perfect blijven gaan. Nee, maar ik moet wel zeggen, het fiets toch wel gesloten. Dus, ja, maar... Waar gaan we slapen vanavond? Als je wint, dan maakt het niet uit, hè? Biertjes maakt het heerlijk. Ja, ik voel ze dubbel in de zaal. Nee, maar slaapplek inderdaad, dat moet geregeld gaan worden. Zit je aan te denken? Ja, je zou zeggen dat ze met die tourcoach hier vast wel een plekje over hebben voor sympathieke jongens die de tour gaan. Twee lieve, bescheiden jongens die een slaapplek nog zoeken voor vanavond. En onze cameraman natuurlijk ook, met z'n drieën ja, totaal. Die mag in de tuin. Die mag in de tuin. Die heeft altijd zijn tentje nog. Ja, dat is waar. Lekker! Nou, Rizon, laat Rizon lekker zijn werk doen. En wij reizen 3 weken lang een tour achterna, van finishplaats naar finishplaats. Nou, starten we natuurlijk hier in ons eigen Utrecht. Ja. En dan zijn we ook nog op zoek naar een bijzondere slaapplaats. Nou, we zijn natuurlijk onder de Dom. Dus wij zijn natuurlijk heel benieuwd of dat mogelijk is. Op, in, achter, onder de Dom. Om te slapen? Om te slapen, ja. En wat denk je zelf? Nou, hier een pilsie. Ja. Proost jongens. Ja, kijk, ik ben in Utrecht, dus voor mij is het natuurlijk wel echt een dingetje. Ik zou natuurlijk de Dom was toch jouw dingetje? Ik zou natuurlijk best op galgen laten, want het middenstip is natuurlijk een dingetje. Hè. Ja, dat... ja, luister. Ja, kijk, ik bedoel, ja, je weet het niet, hè? Nee, ja, je kan het altijd proberen, maar hoe wil je dat doen dan? Ah, ja, ik ken wel wat mensen bij Utrecht nog.
Nou, we hebben het nummer van Wilco Verschaik geregeld, algemeen directeur van FC Utrecht. Misschien dat hij het voor ons kan betekenen. Lijkt me wel lachen, ja, dat zou top zijn. Om eventueel te kunnen slapen op het veld van de Galgenwaard. Dus laten we die maar eens even gaan bellen. Even kijken. Ik laat het aan jou over, hè? Hi Wilco, goedemiddag. Je spreekt met Jean-Paul Rizon en Len Koeman van het RTL-programma Koeman en Rizon Touring La France. Mond vol, goedemiddag. Ja, zo is dat. Ik loop nu een trappenhuis in, ik hoop dat je me hoort. Ja, we horen je perfect, absoluut. Wij gaan 3 weken lang de Tour de France achterna en het enige wat wij nog moeten regelen elke dag is ons vervoer en een slaapplek. Nou, we zijn nu al in Utrecht, we zoeken alleen nog een slaapplek. Nou weten wij dat jij directeur bent van een hele mooie club, met ook een heel mooi stadion. Zou jij toevallig iets voor ons kunnen betekenen? Nou, we gaan van het stadion dan iets bijzonders geven. Dan geef ik jullie toestemming. Dan moeten jullie even aangeven hoe we dat gaan regelen. Maar van mij mag het. Ja. Niet niks om backpack. Gasten. Ja, dit is uit iets thuis. Deze? Ja. Ik ben benieuwd. Nooit! Heel goed dit! Koeman en Rizon. Dit hebben ze top gedaan. Ze zijn eigenlijk verkeerd, hè? Eigenlijk moet die links. Hé, die is goed, hè?